Welkom bij mijn allereerste vlogmas video van 2023. Ik heb zo ongelooflijk naar dit moment uitgekeken. Ik kon echt niet wachten, want zoals jullie waarschijnlijk weten, ik ben echt obsessed met kerst. Ik word er gewoon ontzettend gelukkig van. Ik vind het gewoon zo ontzettend gezellig. Al die kleurtjes en kaarsjes en lichtjes. En iedereen is gewoon altijd een beetje in een good mood, heb ik het idee. Ik hou ook ontzettend van cadeautjes geven. En ja, ik ben daar gewoon gek op. Ik word er helemaal blij van. En natuurlijk dit jaar eindelijk in mijn eigen huis. Nu is het natuurlijk al halverwege december als deze video uitkomt. Maar dat is met een hele goede reden. Ik wil namelijk heel graag, voordat ik met vlogmas begon, mijn huistour online zetten. Zodat als jullie nu dingen zien van mijn huis, jullie die huistour al gezien hebben. Want nou ja, de meeste mensen die dit kijken hebben mijn vorige video's ook gezien. Mocht je die niet hebben gezien, ga dan ook zeker mijn huisrenovatieserie kijken die nu net af is. Maar ja, ik had gewoon zoiets van, als ik dan mijn huis ga aankleden en zo, dan zien jullie al zoveel van de woning. En dan vind ik het niet leuk om daarna nog een huistour op te nemen. Dus nou ja, om die volgorde toch nog een beetje aan te kunnen houden, heb ik gezegd van, dan ga ik de eerste video van december maar even geen vlogmas doen, helaas. Maar dan mijn laatste renovatievideo online zetten. Maar ja, nu de grootste renovatiedingen achter de rug zijn en we eindelijk in ons huis wonen, kunnen we beginnen met vlogmas. Oh, ik heb hier zo ontzettend naar uitgekeken. Nu zijn er natuurlijk heel veel dingen in huis die nog gedaan moeten worden. Dus het is een hele grote kans dat jullie tijdens vlogmas ook nog een soort van huisupdates gaan krijgen. Want de badkamer moet nog afgemaakt worden. De keuken moet nog afgemaakt worden. En zo zijn er nog wat andere kleine dingen die gewoon nog niet af zijn. Dus als deze dingen gedaan zijn, dan zal ik dat zeker in mijn video's vertellen. Ik heb echt een ontzettend leuk weekend voor de boeg. Ik ga namelijk 2 keer uit eten. Ik ben echt al heel lang niet uit eten geweest. Maar ik ga 2 keer achter elkaar. Vanavond ga ik met mijn beste vriendinnetje eten. En morgen is de beste vriend van Thomas jarig. En dan gaan we met de hele vriendengroep uit eten. Dus daar heb ik natuurlijk ontzettend veel zin in. Maar ik denk niet echt dat ik dat ga filmen. Omdat het en niet echt kerstrelated is. En ik denk dat dat niet zo heel erg interessant is voor jullie om te zien. Maar wat wel heel erg leuk is, is ik ga morgen eindelijk met mijn moeder shoppen in Alphen aan de Rijn. We zijn hier natuurlijk verhuisd. En ik heb nog helemaal niet de stad. Of nou ja, volgens mij moet ik hier het dorp zeggen. Maar ik ben dus nog niet in het dorp geweest. En lijkt me gewoon heel erg leuk om met mijn moeder daar lekker te gaan shoppen. En een beetje kerstdingetjes te kijken. En natuurlijk lekker te gaan lunchen. Dus qua eten zit ik dit weekend echt super goed. En zondag wil ik de eerste kerstdingen gaan neerzetten. Nu twijfel ik heel erg of ik als eerste kerstboom wil doen. Of als eerste de kleine rommeltjes, om het zo maar te zeggen. En dan de kerstboom volgende week. Want allebei tegelijk wordt een beetje te veel. Maar daar twijfel ik dus nog een beetje over. Dus dat gaan we gewoon lekker zien als het zover is waar ik zin in heb. Verder heb ik niet heel veel plannen. Dus ik ga gewoon een beetje go with the flow. En ik kijk wel of ik leuke dingen kan vinden die ik kan filmen. Maar het moet natuurlijk allemaal wel lekker kerstrelated zijn. Zodat we allemaal samen lekker in de kerstvibes komen. Nu ben ik de afgelopen paar weken wel al naar een aantal winkels geweest waar ze kerstspullen hadden. En daar is de grootste van de IKEA. Want ja, we zijn natuurlijk druk bezig met dat huis. Dus dan ga je naar de IKEA. En ik wist niet zo goed wat ik met die beelden moest doen. Dus ik dacht, ik stop ze gewoon lekker in de allereerste vlogmas video. Laten we gewoon eerst beginnen met een soort van in de sfeer komen door lekker al die winkeltjes af te struinen en te kijken wat ze hebben. Ik zal er een leuk kerstmuziekje onder zetten als ik die kan vinden. En daarna gaat dit weekend gewoon lekker beginnen. Ontzettend veel zin om lekker in de kerstsfeer te komen en eindelijk in mijn eigen huis. Ik heb ook echt zo lang gewacht voordat ik weer ruimte had om mijn kerstboom neer te zetten. Dus daar ben ik echt heel erg blij om. Ik moet nog even kijken waar ik hem neer ga zetten, want er zijn een aantal opties. Maar ja, ik moet wel weer wat dingen gaan schuiven. Dus dat moet ik nog even gaan kijken wat een leuke plek is. Want ik heb hem natuurlijk hier nog nooit opgezet. Mochten jullie mijn video's leuk vinden, vergeet dan niet een like te geven en een comment achter te laten. Dat vind ik heel erg leuk om te weten wat jullie wel en niet leuk vinden. Misschien hebben jullie dingen die jullie wel leuk vinden, die jullie vaker willen zien. Of dingen waarvoor jullie zoiets hebben van, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg interessant. Laat het vooral weten, want daar leer ik alleen maar van en dat vind ik alleen maar leuk. Daarnaast vind ik het gewoon heel erg leuk om te weten wie mijn video's kijkt, want ik heb natuurlijk geen idee. Ga ook zeker mijn renovatievideo's kijken en mocht je al mijn vlogmas video's willen zien, abonneer dan op mijn kanaal en zet het belletje aan, zodat je altijd een melding krijgt als ik een nieuwe video geüpload heb. Dit zet ik ook altijd op mijn Instagram, dus je kunt me ook op mijn Instagram volgen. En dan gaan we gewoon lekker beginnen met de allereerste vlogmas video.
opschieten, want ik ben een beetje aan de late kant. Ik heb er wel echt super veel zin in. Ik was gisteren natuurlijk lekker uit eten met een vriendinnetje. Dat was ook in de stad. En ik merk gewoon dat ik het heel leuk vind om daar rond te lopen, omdat ik het daar gewoon helemaal niet ken. Dus ik heb er echt heel veel zin in om vandaag lekker met mama al die winkeltjes in te gaan. En de buurt een beetje te ontdekken, zodat ik ook gewoon een beetje meer gewend raak hier. En het allemaal nog wat minder vreemd voelt of zo. Wat minder onbekend. Dus ik ben heel erg blij dat mama dit heeft voorgesteld en dat we zo gewoon lekker even de stad ingaan. Het is wel wat vroeg, omdat zij dus best wel lang moet reizen, is ze er wat eerder. Tenminste, vroeg. Waarschijnlijk vinden sommige mensen dit echt totaal niet vroeg. Het is 9:15 nu. Ik moet over een kwartiertje weg. Maar goed, dan kunnen we wel rustig rondkijken en daarna nog lunchen, want zij moet om iets van 2:30 alweer weg. Dus daarom dat we wat eerder op de dag gaan. Ik zou normaal niet zo vroeg afspreken. We zijn dus gewoon de laatste make-up dingetjes aan het doen. Ik ga het heel simpel houden, omdat ik weet dat het toch regent. Dus waarschijnlijk gaat de helft toch weer rommelig. Dus het heeft geen zin om helemaal laag foundation te gaan doen. Ik heb gewoon een heel klein beetje blush opgedaan. Een heel klein beetje bronzer. En mijn wenkbrauwen nu net gedaan. En mijn mascara. En dat is het enige wat ik ga doen. Super basic. Maar vanavond gaan we natuurlijk uit eten met de vriendengroep. Dus ik denk dat ik dan mijn make-up echt ga doen. En dan nu gewoon eventjes... Dat ik er in ieder geval een beetje wakker uitzie. In ieder geval heel veel zin om lekker in die kerstvibe te komen door al die kerstwinkeltjes af te struinen. Dus dat ga ik zeker doen. Thuis. Het was zo gezellig dat ik dus eigenlijk bijna niks gefilmd heb, zoals jullie net hebben gezien. Nu zijn we ook niet echt de kerstwinkeltjes ingegaan. We waren gewoon zo druk met shoppen dat ik gewoon helemaal vergeten ben om dingen te filmen. Het was gewoon heel erg gezellig om mijn moeder weer te zien, nu we natuurlijk niet meer in één huis wonen. Maar ik heb dus een paar dingetjes gekocht, niet heel veel. Mijn moeder had ook wat leuke kleding voor haar gekocht en ik heb een paar kleine dingetjes uitgekozen. Dus die zal ik laten zien. Zo heb ik nog een snijbord gekocht, omdat ik nu een paar best wel grote had. En ik miste er gewoon een kleine om even snel erbij te pakken als ik even wat wilde hakken. Wat ook wel makkelijker schoon te maken is. Want die grote die ik heb gekocht zijn dus best wel moeilijk om schoon te maken. En dit is gewoon een wat kleinere, zoals je ziet. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Deze heb ik bij de Xenos gekocht. Daarnaast zag ik bij de C&A dus echt een super cute... Ja, het is niet echt een kerstpyjama, maar het is toch qua kleuren wel een beetje een kerstpyjama. En dat is deze. Ik had dus nog niet echt zo'n pyjama set, maar ik vind dat altijd zo ontzettend schattig eruit zien. En ik zit heel vaak 's ochtends op een zondag of zo nog een beetje in mijn pyjama. Dus dan zijn dit soort dingen heel erg fijn. Dus ik dacht, ik koop het gewoon. Helemaal lekker comfy en ja, toch wel een beetje de kerstkleuren. En dan heb ik 3 paar schoenen gekocht. Deze heb ik bij de Van Haren gekocht. Daar zijn ze altijd wat goedkoper. En er was nog steeds Black Friday korting. Ondanks dat het geen Black Friday is, want het is weekend. Maar super chill, want we hebben dus heel veel korting gekregen. Terwijl we daar helemaal niet speciaal voor naar de stad zijn gegaan. Dus dat was natuurlijk een meevallertje. Maar goed, 3 paar schoenen dus. Ik heb een nieuwe sneaker gekocht. Want de sneakers die ik had zijn gewoon oud. En ik heb er natuurlijk heel veel mee geklust. Dus er zit overal verf, spetters op en dat soort dingen. En deze voelde best wel stevig aan. En vond met het paarse vond ik ook wel schattig. Dus gewoon lekkere, simpele, witte sneakertjes. Dan heb ik ook schoenen gekocht die ik absoluut niet nodig had. Maar wel heel erg leuk vond. En dat zijn deze laarzen. Ik heb dus al best wel van die hoge laarzen. Maar die zijn plat. En dat vind ik heel erg fijn, want daardoor zitten ze gewoon heel erg lekker. Maar ik dacht, onder een jurk of een rokje staat dit gewoon heel erg leuk. En zeker nu straks die feestdagen eraan komen. En we hebben allemaal evenementen vanuit werk. En natuurlijk ook met familie. Is het gewoon leuk om een aantal leuke schoenen te hebben. En ik heb dus heel veel gimpen, maar eigenlijk niet echt chique schoenen, om het zo maar te zeggen. Ik heb 1 paar hakken die ik denk ik oprecht al iets van 8 jaar heb. Die super lekker zitten. En die heb ik dus niet zo vaak aan, waardoor ze nog steeds goed zijn. En die draag ik dus meestal. Maar ik vond het dus ook nog wel leuk om een laarsje te hebben. Omdat ik dat onder een rokje gewoon heel erg leuk vind staan. En het er dan ook chic uitziet met die hak. Ik vind dus ook dat de Van Haren altijd super leuke laarsjes en hakken heeft. Ja, het is kwalitatief dan vaak wat minder. Maar met dit soort laarsen heb ik dan zoiets van, die draag ik toch maar heel af en toe. Dus dan maakt dat niet zo heel erg uit. En het is dan ook een leuk bedrag. Dus dan is het ook gewoon leuk om te kopen.
Deze waren dus ook bijvoorbeeld met 30% korting. Dus dat is natuurlijk helemaal fijn. Dan heb ik nog een paar laarsjes gekocht die ik heel graag wilde hebben. En die had ik al een tijdje op mijn verlanglijstje staan. Dus ik had zoiets van, als ze ze hebben, dan neem ik ze mee. Dat is dit kortere laarsje. Ik vind het dus heel erg leuk staan onder een wijde broek. En ik had dus vroeger altijd van dit soort laarsjes. Maar die waren op een gegeven moment zo oud, omdat ik ze zo vaak aan had gehad. Dat ik die weg had gedaan, maar daar heb ik eigenlijk nooit de vervanging voor gekocht. En ik vind het dus heel erg fijn om naast sneakers ook iets wat netters, wat chiquers te hebben. Zeker naar bijvoorbeeld werk of als je een feestje hebt. Maar zonder dat er helemaal echt meteen een hak onder zit. Hier zit dan wel een heel klein beetje een hak onder, maar dat heb je bijna geen last van als je erop loopt. Dus ja, heel erg blij mee. En sowieso ben ik heel blij met al mijn nieuwe schoenen natuurlijk. Maar dit zijn echt van die schoenen die ik waarschijnlijk heel vaak ga dragen. Dus heel erg fijn dat ze ze hadden en dat ik ze dus ook nog in mijn maat kon vinden. Dat vond ik altijd spannend. Zoals ik al zei, hebben we verder dus gewoon lekker geluncht en wat lekker een taartje gegeten. En daarna zijn we bij mij gaan zitten, want het is dus een 5 minuten ongeveer met de fiets, maar ongeveer 20, 25 minuten lopen. Dus we zijn samen gewoon teruggelopen, wat heel erg goed ging. Ik dacht dat het veel verder was, maar het viel best wel mee. Het was best wel loopbaar, zeg maar. Al moet je dan niet al te zware tassen hebben, want ik denk dat het dan niet lekker is. Nu heb ik natuurlijk mijn fiets mee, dus ik kon daar mijn tassen op zetten. Maar normaal zou ik dat niet gaan sjouwen. Ik denk wel dat ik voornamelijk met de fiets ga. Maar het was wel fijn om het een keer gelopen te hebben. En toen hebben we gewoon lekker hier een theetje gedronken. En nu brengt Thomas haar naar het busstation. Want Thomas moest toch nog naar de praxis. En dat is dezelfde kant op. Dus dat scheelt weer. Dan hoeft ze niet helemaal naar de bushalte te lopen. Want dat is wel ongeveer een kwartier lopen vanaf hier. Beetje onhandig, maar prima. Het is wat het is. Maar ja, ik heb dus niet heel veel gefilmd in de stad. Omdat het gewoon heel erg gezellig was. Maar ik vond het wel leuk om even te laten zien wat ik dan heb geshopt. Nou, het is eindelijk zover. Thomas heeft de doos uit de opslag gehaald. We hebben namelijk onder ons huis een berging. Nu dacht ik dat ik nog een doos had, maar het is daar gewoon echt een rommel en dat moeten we allemaal nog een keer uitzoeken. Dus ik ga dit jaar gewoon hiermee doen. De kerstboom ga ik een andere keer opzetten. Ik denk gewoon een keertje in de avond. Ik ga even kijken of ik dat ook ga filmen, maar dat komt in ieder geval niet in deze video. Voor nu ga ik gewoon leuk wat kerstdingetjes neerzetten om alvast een beetje in de spirit te komen. Ik heb natuurlijk veel meer oppervlakte om aan te kleden, dus ik denk dat dat heel fijn gaat zijn, want in mijn vorige huis bij mijn ouders was het echt dat het dan helemaal bommetje vol stond. Dus ik kan het nu denk ik wat subtieler doen. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat er allemaal in zit, dus dat ga ik eerst lekker uitzoeken. Ik heb dus echt met de jaren allerlei verschillende dingen verzameld. Deze had ik de vorige keren altijd op een sleetje, dus ik ben benieuwd of ik dat sleetje nu in deze doos heb zitten, maar dat vond ik altijd heel schattig staan. Ik denk dat ik dat dan in de keuken neer ga zetten. Deze vind ik ook zo ontzettend leuk. Oh, hij pikt een beetje. Hier kun je dus een plantje in doen. Heb ik nooit gedaan. Maar kijk nou hoe schattig deze is. Ja, ik ben dus echt een beetje een mix van esthetische, beige, cute dingen. En echt super tacky, groen, rood, heftige Amerikaanse kerst, zeg maar. We hebben dus nu een deur waar niet echt iets opgehangen kan worden. Dus ik moet even kijken. Misschien dat ik hem hier aan de achterkant kan ophangen. Of dat ik hem toch binnen ergens doe. Maar ik vind het wel leuk om die kerstkrans in ieder geval een keer echt op te hangen. Maar ik moet nog even kijken of ik iets kan vinden. Misschien kunnen we iets van een plak
haakje doen of zo. Nou ja, moet ik even aan Thomas vragen wat hij daarvoor idee voor heeft. Dit zijn de oude sokken die ik vorig jaar heb gebruikt. Maar die ga ik dus dit jaar niet gebruiken, want daar heb ik nieuwe voor gekocht. Dus deze ga ik gewoon weer terug in de doos doen. Een houten boompje, ook altijd leuk. Ik vind het altijd wel esthetisch staan, kan overal. Dit zijn van die kerststerren die je dan bijvoorbeeld voor het raam kan hangen. Dus ik denk dat ik deze misschien wel in de keuken ga ophangen. Moet ik even kijken waar ik plek heb. Ik moet sowieso echt natuurlijk nog helemaal uitzoeken. Ik heb nog helemaal geen feeling erbij. Dit is ook zo'n kerstster. Maar ik heb dus gewoon nog helemaal geen feeling bij het huis en wat leuk staat, omdat het natuurlijk de eerste keer is. Dus ik ga dat gewoon even rustig uitzoeken. Oh ja, deze gebruikte ik dan altijd om thee in te zetten. Helemaal schattig. Dit soort dingetjes vind ik altijd heel erg leuk. Deze had ik vorig jaar bij iedereen in zijn kerstsok gedaan. Heel erg schattig. Dus een beetje porseleinachtig boompje. Maar gewoon heel simpel eigenlijk. Dus die kan overal als kleine aankleding. Deze twee bij elkaar vind ik ook echt heel leuk staan. Ik heb alles wat ik sowieso weet dat ik niet ga gebruiken gewoon even in deze doos gegooid. Tot nu toe valt het nog een klein beetje tegen. Ik dacht dat ik echt veel meer aankleding had. Maar hey, goed excuus om te gaan shoppen. Thomas heeft gelukkig toch nog een doos gevonden. Dus die ga ik ook nog uitzoeken. En dit waren inderdaad, van wat ik kan zien, de dingen die ik miste. Ik dacht al, ik heb toch veel meer kaarsjes en dingetjes dan dit. Inderdaad, gelukkig. En gelukkig staan die niet nog bij mijn ouders. Dus deze ga ik ook nog even uitzoeken. En uitzoeken wat ik dan wel en wat ik dan niet wil gaan gebruiken. Zodat ik dat in ieder geval een beetje op orde heb. Dus deze ga ik ook nog even lekker uitzoeken. Ik heb blijkbaar heel veel kaarsjes. Dus dat wordt nog een uitdaging om die allemaal een plekje te geven. Maar wel helemaal gezellig. Ik denk dat ik dit nog even hierin laat. Want hier staan dus heel veel van die kleine huisjes en zo in. Dus ik ga gewoon even kijken waar ik die ga laten. Maar dat ik eerst even met de grotere dingen begin. Als in de kaarsen en de paar kleine mini boompjes en zo. Dat ik dat allemaal even een plekje geef. En dan ga ik daarna weer verder hierin kijken. Want dit zijn allemaal van die hele kleine rommeltjes. Dus dat moet ik gewoon nog even een keer goed uitzoeken. Want hier ligt echt van alles in. Deze is wel echt heel schattig. Die ga ik sowieso ergens doen. Maar ja, dit ga ik dus zo meteen gewoon rustig uitzoeken. Oké, ik heb een soort van stapeltje gemaakt met de dingen waarvan ik denk van die zijn misschien wel leuk in de keuken. Het kan zijn dat ik er nog wat dingen bij pak of dingen weer weghaal, want ik heb het dus nog niet eerder neergezet. Maar ik dacht, ik pak gewoon een paar dingetjes, want anders ben ik een beetje overwhelmed. En nu kan ik gewoon dit neerzetten en dan kijk ik wel. Ik probeer het gewoon een beetje per kamer te doen. Ik ga niet alle kamers helemaal vol aankleden, maar de woonkamer en de keuken vind ik wel leuk om wat dingen neer te zetten. En dan in mijn eigen kamer, misschien in de hal ook nog iets kleins, maar dat ga ik gewoon even kijken. Maar goed, voor nu dus dit en ik ga gewoon even kijken hoe het leuk staat.
keuken is helemaal af, dat hebben jullie gezien. Ik heb het gewoon heel simpel gehouden en ik ben nu bezig met de woonkamer. Ik dacht, ik ga niet alles filmen, want dat is niet heel erg interessant. Maar ik heb hier in ieder geval een soort van kerstvillage gemaakt. Ik ben er nog niet helemaal happy mee, maar ik denk dat ik sowieso de aankomende tijd nog gewoon een beetje ga klooien ermee. Ik had wel hier sowieso al deze bak met ballen staan. Misschien dat ik daar nog iets anders bij ga doen. Daar moet ik nog heel even naar kijken. En voor de rest staan hier alle laatste spullen nog. Die ga ik gewoon een beetje in de woonkamer neerzetten losjes. Maar zoals ik al zei, ik ga dat dus niet allemaal filmen. Want ik denk dat dat niet heel interessant is. Ik denk dat ik gewoon de dingen ga neerzetten. En dat als ik alles neer heb gezet, dat ik het dan heel even laat zien. Dat ik het proces dus even skip. Maar ja, ik had lekker een kerstmuziek opgezet en ik merk dat ik langzaamaan toch wel lekker in de kerstvibe kom. Het gaat wat moeilijker dan de afgelopen jaren, maar dat is natuurlijk omdat we echt net uit een verhuizing komen, dus dat is natuurlijk ook niet heel erg gek. Maar ik heb nog best wel wat leuke spulletjes die ik gewoon in de woonkamer en in de gang en zo kan neerzetten, dus dat ga ik nu lekker doen en dan ga ik het straks gewoon laten zien aan jullie. Bij de tv zet ik ook altijd wat dingetjes neer, maar niet te veel, want dan gaat het voor de televisie staan. Negeer even dat de tv vies is, want die ga ik zo meteen schoonmaken. Er is wat kaarsvet opgekomen. Maar dit is wat ik aan de ene kant heb gezet en dit heb ik aan de andere kant gezet. Gewoon heel simpel, niet te vol, een paar kaarsjes, gewoon voor de gezelligheid en dat is het. In de kast heb ik het dus heel simpel gehouden. Ik heb hier wat dingetjes neergezet. Dit stond allemaal best wel vol, dus dat heb ik gewoon zo gelaten. En hier heb ik dan nog een klein kaarsje neergezet. En dat was het. Dit is natuurlijk kerstservies, dus dat stond er al. Dus dat ziet er al een beetje kerstig uit. Maar dus gewoon een paar kleine details. Maar dat is het, want dit staat gewoon al best wel vol. Hij doet het niet hoor. Nou, zoals jullie zien is Thomas de laatste lampjes op het balkon aan het fixen. Want we hebben dus extra lampjes gevonden. En de lampjes die we hadden waren te kort. Ik heb hier die takkie van de Hema. Die wilde ik al heel erg lang. Dit is diegene met het sleetje. Dit is hoe we het hier nu hebben aangekleed. We hebben hier wat plantjes weggedaan. Hey, ik probeer te vloggen, ja. We hebben hier twee kerststerren opgehangen, maar ik heb geen idee of dat blijft hangen, want er moeten hier dus nog gordijnen komen. Dus ik weet niet of die daar dan wel kunnen blijven hangen, maar ik vond het wel heel gezellig staan. Hier heb ik nog een paar dingetjes erbij gezet om het toch nog meer aan te kleden, want ik vond het toch eigenlijk te weinig. Dit is niet heel erg boeiend. Ik heb hier een huisje neergezet en een leesboekje wat ik gewoon altijd schattig vind staan. Ja, ik ben ook gewoon nog een kind van binnen, dus ik vind dat soort dingen gewoon leuk. Thomas heeft me hier nog geholpen om dit wat leuker aan te kleden. Dus er hangt nu ook een lichtje in. En dus van die glitterversiering. Een beetje tacky, maar ik denk dat het wel heel erg gezellig maakt. Dus ik vind het wel gewoon leuk. En dit hebben jullie natuurlijk al gezien. Dus ja, dat is een beetje wat het tot nu toe is geworden. En dan gaan we waarschijnlijk morgen of overmorgen de kerstboom neerzetten. Maar ik denk dat we er best wel wat gezelligs van hebben gemaakt. En zeker als de kerstboom straks staat, dat het best wel kersterig is. Dus ik ben wel happy ermee. Ik denk dat ik het nu gewoon even lekker hierbij laat. Ik heb heerlijk een ochtendje alvast alles een beetje kersterig gemaakt. Maar ik kan natuurlijk niet wachten tot we de kerstboom neer gaan zetten, want dan wordt het pas echt kerst. Ik wil het dus dit jaar niet te vol zetten, omdat ik zoiets heb van, alles heeft pas net zijn plekje gehad en het moet ook niet rommelig worden. Dus zoals jullie zagen heb ik gewoon een aantal dingetjes neergezet of veranderd, zodat het net even wat meer een kerstvibe heeft. Maar ja, alles staat al redelijk vol, dus ik dacht het is wel even goed zo. Ik denk dat ik die doos gewoon in de woonkamer laat staan. Dat ik dan de aankomende dagen gewoon af en toe wat eruit pak om te kijken of ik toch nog wat neer wil zetten. Maar heel veel meer dan dit zal het waarschijnlijk niet worden. En dan straks gewoon met die kerstboom denk ik dat het eigenlijk wel genoeg gaat zijn. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Vergeet niet een duimpje te geven, een comment achter te laten en natuurlijk te abonneren om de volgende Vlogmas video's ook niet te missen. Ik ga nog even lekker thee drinken in mijn pyjama en dan wordt het voor mij echt tijd om te douchen en de dag te beginnen. Maar ik vond het echt een ontzettende cozy ochtend en ik heb echt een lekker weekend gehad. En ik ben echt helemaal klaar voor de kerstdagen. Hopelijk jullie ook en dan zie ik jullie volgende week.